Hij kraakt. Hij piept. Dit is make-up van Chocola. Er blijven maar items uit die tas komen. Oh, ik schrik nu al. Oh. Hey, hoi. Superleuk dat je kijkt naar een nieuwe shopblog. Dit is een hele speciale editie, want het is de Sinterklaas editie. En dat betekent dat ik superveel cadeautjes heb gekocht onder de 2 euro. Nou, zoals je kan zien heb ik grote plannen, want ik heb helemaal een kar meegenomen. Ik heb dus altijd een beetje een rupsje nooit genoeg gevoel bij Action, want ik weet nooit waar ik moet beginnen. En er is zoveel leuks dat ik niet weet waar ik moet kijken altijd in het begin. Hebben jullie dat ook? Ik ben aanbeland op de snoepafdeling van Action. En die mag je natuurlijk niet missen als je op zoek gaat naar Sinterklaas cadeautjes. Ik ga kijken of hier leuke chocoladecadeautjes te vinden zijn. Het is natuurlijk Sinterklaas, dus dan kan een chocoladeletter niet ontbreken. Dit is een super lekker exemplaar met karamel en zeezout. Ze hadden hem ook in andere super lekkere smaken. En daar maak je vast iedereen heel erg blij mee. Oh, dit vind ik altijd wel leuk. Telefoonhoesjes. En dan natuurlijk bij voorkeur het liefst met glitters. Oh, dit past toch perfect? Zie je dit? Dit moet ik gewoon hebben. Ik vind het altijd lastig om voor of mannen of kinderen cadeautjes te shoppen. Dus als je nog tips hebt, dan mag je ze altijd achterlaten. Maar dit vond ik zelf een hele leuke tip. Het kost minder dan 1 euro en het is een audiosplitter. En daarmee kan je dus samen dezelfde muziek luisteren. Dit is wel echt een topper die iedereen in het badkamerkastje kan gebruiken. Make-upjes zet je heel netjes in deze make-up organizer. En deze is heel erg gewild. Dit is wel een van mijn favorieten ook. Je hebt dit in verschillende soorten. Dus dit is dan de shower foam, zeezout badscrub. Maak het af. In dit geval met de body oil. Ik kan dus body oil niet uitspreken. Met de lichaamsolie. In de winkel staat dus al een kant-en-klaar pakket wat je zo mee kan nemen. Maar die kost het meer dan 2 euro. Dus die kon ik in dit geval niet meenemen. Maar al deze items zijn los minder dan 2 euro. Dus sla je slag zou ik zeggen. Ook voor de kleintjes onder ons is iets superleuks voor in de badkamer. En dat is deze Finding Nemo douchegel. Een superleuke verpakking. Kan in bad en in de douche. Meer heb ik er niet over te zeggen. Hij is mega cute. Ook in de categorie super schattig, maar wel handig zijn deze nagelfijlen. Ik stop er altijd eentje in mijn handtas, zodat ik overal waar ik ben in ieder geval mijn nagels kan veilen. En deze zien er extra leuk uit. Eerlijk is eerlijk, mijn auto ruikt niet altijd even lekker. Een beetje muffig af en toe, want dan heb je er weer iets in laten liggen. Dit is mega handig als je altijd een lekker ruikende auto wilt. Zoals je ziet hebben ze in verschillende varianten. Het is een air refreshener, dus een luchtverfrisser die je aan je spiegel kan hangen of ergens anders in je auto. Ik zou deze uitdelen aan de hele familie of je hele vriendengroep. Ik heb dus eigenlijk nooit iemand een cadeautje gegeven voor zijn huisdier. Maar wat ik vandaag heb geleerd is dat dat eigenlijk best wel heel lief is om te doen. Dus wat ik vandaag zag is, tadaa, deze super cute eend voor honden. Ik denk dat honden en huisdierenbaasjes hier heel erg blij van worden. Hij kraakt, hij piept en hij ziet er ook nog stylisch uit voor een hondenspeeltje, vind ik. Hoe leuk is deze met Hello Gorgeous en dan zit er een marmer effectie op. Super stijlvolle mok voor op je bureau of op werk. Dit vind ik ook heel erg leuk, maar het is natuurlijk niet echt een Sinterklaas cadeautje, maar maakt de tafel wel gezellig op elk moment. Met leuke herfstdiertjes deze. En ik heb er ook eentje gezien met alpacas of lama's in een Mexicaans thema. Deze vind ik eigenlijk het allerleukste. Deze zijn 69 cent. En deze 99 cent. Kopie! Ik heb hier een cadeautje wat leuk is voor eigenlijk iedereen. Maar wat ik bijvoorbeeld aan mijn oma zou geven. Het is iets wat je heel persoonlijk kan maken. Het zijn sleutelhangers. 3 stuks. Waar je een eigen foto in kan doen. Dus dat is leuk voor of je opa of oma. Of iemand die net een kindje heeft gekregen. Of tortelduifjes die stikverliefd zijn op elkaar. Het volgende is ook heel erg leuk voor de feestdagen. En dat is geparfumeerde bodyglitter. Het zit in een super luxe mini verpakking. Met een puff. Zodat je het over je lichaam kan aanbrengen. Dit staat eigenlijk ook gewoon heel erg leuk in je badkamerkastje. Als ik een favoriet mocht kiezen, dan is dat denk ik deze. Want deze had ik stiekem al opgezocht via de website en die wilde ik heel graag hebben. Het is een handzeeppompje. Never give up on the things that make you smile. Ik vind hem er mega leuk uitzien. Uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat hij ook heel lekker ruikt. Dit vind ik dus helemaal leuk. En handig, want hier kan je oortjes in doen van je telefoon, zodat ze niet in de knoop gaan. En ze zijn er dus in verschillende kleuren en patroontjes. En deze vind ik wel het leukst. Hij kan zo open. En hij klikt ook weer stevig dicht. Super stevig doosje. Ik vind dit echt een aanrader. Eerlijk is eerlijk, ik heb geen idee wat het is. Ik zag alleen dat het baardolie was en dat het voor mannen was. En ik dacht, nou die grijp ik mee, want er is vast een man in mijn kring die hier blij van wordt. Lichtgewicht baardolie, die niet vettig is en snel absorbeert. Verzacht de ruwe haren, hydrateert de huid.
Nou, als dat niet handig is. Dit cadeau is en leuk in je interieur en mega handig. Want dit is een velvet plateau waar je je sieraden op kan bewaren. Dus elke avond doe ik mijn sieraden af en die leg ik op dezelfde plek. En dat is dan leuk om het in zo'n mooie tray tentoon te stellen. Nee, tentoonstellen is echt een heel raar woord. Hoe zeg je dat? Ik vind het gewoon leuk om mijn sieraden hierin te bewaren. Cliché cadeautje, misschien wel een beetje. Maar eentje waar iedereen altijd gelukkig van wordt. En dat zijn kaarsjes in de koude dagen. Deze hebben een heel leuk printje. Het zijn er drie met, in dit geval, hoe kan het ook anders? Want het is een shoplog van mij. Met luipaardprint. Hij zit heel leuk ingepakt met een strikje met metaalgaren. Dus dat ziet er heel erg feestelijk uit. En je hebt ze dus in allerlei verschillende varianten. Hier staan dus allemaal luipaardjes op. En hier heb je ook nog andere jungle prints. Deze ben ik al een tijdje naar op zoek. En hier in deze winkel hebben ze hem. Hij is te duur voor het budget. Maar ik vind hem wel echt super tof. Het is zo'n spiegelkaarsenhouder, waardoor al die lichtjes weer spiegelen. Super gezellig. Ik moet stiekem iets toegeven. Ik heb ook een cadeautje voor mezelf geshopt. En dat is dit super schattige vaasje waar één bloemetje in kan. Maar dit is wel een dingetje wat bijdraagt aan mijn droominterieur. Dus beetje bij beetje shop ik zo bij Action mijn droominterieur bij elkaar. En deze kostte 1 euro. Jongens, het is echt niet te geloven, maar er blijven maar items uit die tas komen. Dit is echt absurd hoeveel dingen ik heb gewinkeld. En ik verras mezelf eigenlijk ook de hele tijd weer wat hier tevoorschijn komt. Dit is een hardloopriem. En het ziet er heel klein uit. Maar hij is super flexibel. Dus je kan er je telefoon in kwijt. Je sleutels. Hij heeft ook een gaatje waar je oortjes door kunnen. Dus je kan ook muziek luisteren. En hij heeft gewoon een clip waarmee je hem zo vastklikt achter je rug. We hebben de traditionele chocoladeletter natuurlijk al gehad. Mocht je nou geen chocoladeletter cadeau willen geven. Maar wel iemand die dol is op chocola een cadeautje geven. Dit is een leuke variant daarop. Het is namelijk een puzzel. Dat maakt hem ook heel erg leuk voor kinderen. Er staat een Sinterklaas met paard op. En leuk om eerst in elkaar te zetten en daarna op te smikkelen. Nog een favorietje. Make-up is natuurlijk super leuk. Je ziet het, ik hou van make-up. Maar nog beter is het als je het op kan eten. En dit is make-up van chocola. Leuk alternatief weer op de chocoladeletter. Zowel voor kinderen als voor volwassenen. Mocht je nou iemand willen verrassen die een bad heeft. Dan is een bruisbal natuurlijk altijd een goed idee. Hij heeft glitters en een schelper op. Ik heb dus vriendinnen die bruisballen opsparen gedurende het jaar. En als ze dan een weekendje weggaan, dan boeken ze een hotel met een bad. En dan gaan ze helemaal los met bruisballen. Dit is iets wat ik tegenkwam en waarvan ik dacht, hé, wat is dit? Maar bij nader inzien vind ik het eigenlijk heel leuk en heel handig. En het is een alarm, een persoonlijk alarm, zo heet het, wat je aan je tas kan hangen. En als iemand daar dus aan trekt, aan je tas, dan gaat hij dus echt een hels kabaal maken. Dus een dief denkt wel twee keer na voordat hij jouw tas meeneemt. Met ledlicht. En dus een heel hard alarm. Nou, de batterijen zitten erin, dus ik vind dat we hem eventjes moeten uitproberen eigenlijk. Oh, nou, ik ben echt heel benieuwd of dit nou echt zo'n hels kabaal gaat maken. Er staat op dat het 100 decibel is. En ik heb geen idee hoe hard dat is. Oh, ik schrik nu al. Oh. Maar het was niks. Lampje doet het. Ben je er klaar voor? Ik durf nu ook niet meer. Hoe hard is 100 decibel? Oké, kijken of dit dieven afschrikt. Oh. Dat is wel echt vrij luid. Oh, helemaal als je er bovenop zit. Nou, hij werkt. Dit is wel een top ding. Dit ding ga ik sowieso. Dit moet ik winnen bij mijn cadeautjespel. En dit wil iedereen toch winnen? Mocht je nou van bakken houden en dat graag samen met iemand doen. Tip, geef dan dit cadeautje aan diegene. Zodat je samen aan het bakken slaat. Het is namelijk een mini siliconen bakvorm. Je hebt ze allemaal in verschillende vormpjes. En ik heb de beertjes in dit geval meegenomen. Nu met het koude weer zijn handschoenen natuurlijk onmisbaar. En mijn voorkeur heeft het dan dat ze of een leuk printje hebben of glitters in dit geval. En deze vind ik dus helemaal leuk. Je krijgt twee paar. Kopie. Zijn lekker zacht, warm. Nou, hoe leuk. Ik vind het dus echt super lastig om voor kids te shoppen. Dus als jij nou een mama of een papa bent. Geef mij tips. Wat moet ik kleine kindjes cadeau doen? Ik vond deze in ieder geval heel leuk. Dit is een constructieset. Kost heel weinig. Dus onder de 2 euro. Hij is wel voor kids ouder dan 8 plus. Maar dit, hier ging mijn hart wel sneller van kloppen. Want ik speelde vroeger namelijk met technisch Lego. Dus dit kan zowel voor jongens als voor meisjes. En dan
setje met allemaal metalen stukjes. Dus in dit geval een motor in elkaar. Ik vind het altijd een kunst om en leuke en praktische cadeautjes te kopen. Dus dit is ook weer een leuk item. Het is een theedoek, maar dan met luipaardprint in het groen. En hij is gemaakt van 100% katoen, dus hij blijft lang mooi. Dat vind ik een pre. Mocht je nou zelf een bullet journal hebben of iemand kennen die een bullet journal bijhoudt, dan is dit een leuk cadeautje. Het is een stempelset met allemaal verschillende stempeltjes. In dit geval in het thema liefde, waarmee je dus je agenda kan opleuken. Oké, jongens. Hebben jullie ook van die vrienden die dus hun autoruiten staan te krabben met hun pinpas? Ik heb er eerlijk gezegd genoeg. Dus die ga ik deze ijskrabber cadeau doen. Het is een ijskrabber met handschoen. Dus tegen koude vingers en bevroren vingertopjes. Mega handig. Ik zie wel een beetje een thema hier. Want we hebben een ijskrabber met een handschoen aan. We hebben handschoenen tegen koude handen. En als je dan nou echt lief wil zijn voor je handen. Mega leuke handcreme met een leuk dessin. Houd je handen zacht en verzorgd. Nou, wie wordt hier nou niet blij van? Ik in ieder geval wel. Ik heb deze cadeaus eigenlijk gekocht omdat ik ze zelf heel erg leuk vond. Dus ik hoop iemand anders ook. Een interieurspray. Ik gebruik deze zelf in mijn auto. Zodat elke keer als ik de deur open doe dat het mega lekker ruikt. Deze heeft me echt positief verrast. Want hij ruikt echt heel erg lekker. Deze nam ik stiekem voor mezelf mee. Want je moet jezelf af en toe ook gewoon wat cadeau doen. Dit is een kussensloopje met een luipaardprintje. Mega zacht. Deze, ik durf bijna niet toe te geven, was duurder dan 2 euro. Dus ik heb 1 item geshopt van alles wat jullie hebben gezien. Deze was 2,50 euro. Maar te leuk om te laten liggen. Volgende week maandag is er weer een nieuw shoplog om 4 uur. En donderdag komt er zoals gewoonlijk weer een verrassingsvideo. Ik zou het heel erg leuk vinden als je in de comments laat weten wat jouw favoriete item was. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En natuurlijk om je te abonneren. Dat is helemaal gratis. Onwijs bedankt voor het kijken. Ik hoop je een volgende keer weer te zien. Doei doei!